Over 20 minuten valt deze glazen muur naar beneden. En dan gaan we met elkaar vechten, Santino. Dus bereid je maar goed voor. Succes! Nee, bereid jij je maar goed voor, yes. Doei! Ja, doei! Yes, ik denk dat hij van mij gaat winnen. Ik denk het eventjes niet. Ik ben daadwerkelijk de beste van ons twee. Kijk, hij geeft me zelfs de perfecte kant. Zonder dat hij het weet, geeft hij mij dus de kant met een village en een rune portal. Ik weet niet of dat helemaal de bedoeling was, maar hey, ik neem dit zeker. Wat Santino alleen niet weet, is dat koeien overpowerde loot droppen. Dus het enige wat ik hoef te doen, is een koe te killen. En toevallig staat hier een koe, dus koe, ik ga jou even killen. Ga jij eens even heel gauw dood, want dan krijg ik namelijk overpowerde loot. En, oh, ik heb een crossbow en ik heb een smithing template. Oké, hier heb ik dus, zoals je kan zien, niet heel erg veel aan. Dus we moeten meer koeien gaan zoeken. Het leuke is dus, we hebben hier al meteen een iron golem. Ik zie hem al daar staan. Mooi. Nou, die iron golem die kunnen we gaan hakken. Dan hebben we iron. Ik ga naar beneden toe voor wat diamonds. Hey, luister. Het komt helemaal oké. Ik maak me helemaal geen zorgen om Jesse. De enige manier dat Jesse mij gaat verslaan is als hij super overpowered items gaat halen. Hij weet niet hoe hij moet enchanten. Hij weet niet waar de enchantment boekjes zijn. Kijk, ik dan ook weer niet. Maar dat maakt niet uit. Dan gaat het alleen maar om skill. En laat ik nou net van ons twee... de meeste skills hebben, al zeg ik het zelf natuurlijk. Even kijken, de pickaxe en de bel, die zijn er al. Oké, ik heb weer een paar koeien gevonden. Alleen om die koeien net even wat makkelijker te killen, hoop ik dat ik een zwaard krijg. Ik kan natuurlijk een zwaard maken, maar ik denk dus dat ik echt heel snel een heel goed zwaard ga krijgen van die koeien, want elke koe dropt als het goed is weer andere loot. Oké, wat ga ik voor loot krijgen? Koe, ga eens even dood. We krijgen, kijk eens aan, een netherite zwaard. Dit is echt precies wat ik bedoel. Er is alleen één probleempje. Als Santino namelijk een koe killt, komt hij erachter dat koeien overpowered loot droppen. En misschien ga ik dit gevecht dan wel niet winnen. De winnaar krijgt namelijk 100 euro. En dan hebben we hier ook al meteen eten. Dat is ook al heel erg fijn. Kijk, die kunnen we gewoon meteen zo killen. Kijk, hatsa. Hop, hop. Koetje, kom maar hier. Kom hier. Weet je wat? Laat ook maar. Vriend, hallo. Laat ook maar. Weet je? Laat ook maar. Ik ga wel gewoon hooibalen hakken. Ik vind het wel prima. Die mobs die de heten zo heen en weer rennen. Ik ga dat niet doen. Ik heb er helemaal geen zin in. Ik wil dit allemaal in één keer gewoon rustig gedaan hebben. Dus ik ga gewoon maar wel lekker wat brood maken. Brood is sowieso, nou ja, ik wil eigenlijk zeggen lekkerder dan vlees, maar dat is niet zo. De combinatie van brood en vlees, dat is lekker. Zo, hatsa. Nou, hebben jullie ook nog wat kisten, villagers, of zijn jullie gewoon echt super en super scare? Nee, weet je wat? Ik ga hier wel eventjes een spawnport neerzetten voor het geval dat die iron golem mij natuurlijk killt. Daar heb ik geen zin in. Oh, kistje. En emeralds. Oké, en brood. Geen iron. Had ik eigenlijk wel verwacht om heel eerlijk te zijn. Dat vind ik wel een beetje jammer. Trouwens, over iron gesproken. We gaan gewoon meteen even die iron golem killen. Wat denk je daarvan? Iron golem, kom jij eens even lekker hier, gozer. Hoppa. En weet je wat? Ik wil dat jij hier voor mij komt. Hier zo. Juist. Kom maar. En goed zo, vriend. Oké, we gaan weer een koe killen. Wat krijgen we? Al die smithing templates, die hoef ik helemaal niet. Ik wil gewoon direct meteen goede netherite items hebben. Oh, of een diamond broek met protection 2. Ik moet sowieso volledige diamond armor krijgen. Als dat niet lukt, dan ben ik wel heel erg noob in Minecraft. Er waren hier nog meer koeien. Alleen ik weet niet waar ze heen zijn. De koeien zijn gevlucht van mij. Omdat ik natuurlijk de meest overpowered loot heb van de wereld. Oh, grapje. Ik zie er al een. Koe, kom eens hier. Ga dood. En we krijgen... Oh, wat is dit? Ally spawn egg. Hier heb ik dus echt helemaal niks aan. En hot. Kom op. Ga dood. Hallo. Mooi. Nou, dit ziet eruit als 5 iron ingots. Zijn het er 5? 3. Het minimale versus het maximale. Nou, dat is helemaal top. We kunnen wel een arm pickaxe maken. Dat ga ik als allereerst doen. Want dan neem ik ook misschien het goud mee voor als wij appels krijgen. Dan kan ik gouden appeltjes maken. Alleen ja, dan moet ik wel heel veel bomen gaan hakken. En daar heb ik ook niet heel erg veel tijd voor. Over 20 minuten gaat die muur namelijk naar beneden. En dan moet ik tegen Jesse gaan vechten. En dat willen we natuurlijk zo goed als mogelijk op voorbereid zijn. Hallo. Kijk eens aan. Weer brood. Appels trouwens. Hey, ik heb gewoon appels. Ik kan natuurlijk appels krijgen uit die kisten. Even kijken, nog meer appels. Nou, als of Minecraft wil dat ik gouden appels ga maken. En dit is een teken, hè, mensen. Dit is een teken. Dus ik ga gewoon straks gouden appels maken. Ik denk dat ik toch maar even een boom ga hakken. Want het is wel handig als ik toch nog een beetje hout heb. Of nou, ik hoef geen hout te hebben. Maar in ieder geval een crafting table. Als ik normaal kan bouwen. Zo. En als ik dan nog wat koeien vind en ik krijg diamonds, kan ik gewoon zelf die diamond armor maken. Hallo, zijn die koeien? Oh ja. Ja. Koeien. Daar achter mij is de koeienhemel. Ik ben zo benieuwd of Satine wel een beetje goede loot heeft. Sowieso niet. Of hij moet een koe hebben gekillt, dan heb ik wel een probleempje. Oeh, hallo, kippen. Ik heb denk ik wel genoeg eten. Dus ik ga de kippen ook niet vermoorden. Ik laat jullie vandaag lekker leven. Even kijken. Rune Portal, waar ben je, Rune Portal? Hallo, je was hier ergens en nu ben ik je kwijt. Oké, dan. Is hij hier dan? Huh? Wacht even, ik ben die Rune Portal kwijt. Waar is die? Die zou... Huh? Oh, daar is hij.
Ik was helemaal die Rune Portal kwijt. Oké, okay, laten we eens even kijken. We gaan als allereerst eventjes onze Iron Pickaxe maken. Dat komt goed uit, want dan kunnen we ook meteen... Dat is niet goed. Dan kunnen we namelijk ook meteen voor de diamonds gaan hakken. Zo, die gooien we weg, want ik ga straks een stenen maken. En Kissy. Hallo, koetjes. Oké, okay, dit is 1 koe dood. De tweede koe is dood. Nummer 3. Nummer 4. En ik ga gewoon alle koeien killen en daarna pas kijken wat voor loot ik heb gekregen. Nummer 5, 6, 7. En dan stonden hier gewoon 8 koeien achter elkaar. En oh, ik heb echt hele goede loot. Ik heb diamond boots met Frostwalker 1. Daar heb ik niet heel veel aan. Ik heb een enderpearl. Kan ik gebruiken om van Satino te vluchten? Oh, ik heb een boom met punch 1 en heel veel pijlen erbij. Een diamond broek met protection. Ik weet niet welke beter is. En een diamond axe. Maar daar heb ik ook niks aan, want ik heb al netherite zwaard. En een potion of strength. En een smithing table. Met die smithing tables kan ik dit doen. En dan kan ik, als het goed is, dit... Ah, ik heb een netherite ingot nodig en dat heb ik niet. Oké, laat ik deze maar meenemen. Hopelijk kan ik nog van de koe netherite ingot krijgen, want dan kan ik namelijk netherite armor maken. Maar eerst moet ik nog een paar koeien killen, want ik heb nog niet eens een netherite chestplate. Of een... ik bedoel een diamond chestplate. En ook geen diamond helm. Ik wil een diamond helm hebben. Hallo koetjes, waar zijn jullie? Hoppa, gouden armen aan, want hebben we nog meer flint en obsidian. Weet je wat, dan nemen we gewoon het mee. Misschien kunnen we Jesse daarmee helemaal in de weg zitten. Dat is wel grappig. En nu moeten we natuurlijk even een plek vinden waar wij gaan hakken voor iron en diamonds. Oh, trouwens, ik loop helemaal weg van die portal en ik vergeet het goud. Dat is niet heel erg slim. Nee, kijk, als we snel genoeg zijn... Ik zit even te denken. Als we snel genoeg zijn met diamonds verzamelen, dan kunnen we een enchantment table maken. Nee, trouwens, ik kan niet eens dat obsidian hakken. Waar ben ik mee bezig? Nee, ik ga door. Oh, hallo, koetje. Hoe is het? Pam, pam, pam. Ja, ik ben plagen. Ik ga hem gewoon plagen. Hop. Oh, daar is mine. Daar kunnen we binnen. Hallo, koetje. Wacht, ik ga jou naar binnen slaan. Kom hier. Kom hier. Nee, oké. Okay. Kom hier. Kijk, ik wil niet dat je doodgaat. Dat vind ik wel heel snel, maar ik wil wel dat je het gat invalt. Dat is eigenlijk weer... Nee. Trouwens, nee. Laat maar. Sorry, koe. Het spijt me. Ik wil niet dat je doodgaat namelijk. Dat vind ik heel erg sneu. Ik hou van koeien. Oké, even kijken. Oh, iron. Extra. Mooi. Steen. Dat hebben we extra nodig. Mooi. En we kunnen hier naar beneden. Kijk, dat zocht ik dus. Dat zocht ik niet. Oké, ga switch even naar het stuk van Santino. Kom dan terug naar mij. Dat het niet raar is dat ik opeens zo op een andere plek ben. Oké, ik heb een probleempje. Ik ben verdwaald. Ik ben al best wel lang geen koeien tegengekomen. En ik heb best wel veel honger. Ik heb namelijk helemaal geen eten nog gekregen van mijn koeien. Neem mijn flint, steel, kool en allemaal andere rotzooi. Ik heb golden apples nodig. Als ik namelijk geen eten vind, gaat Santino dit 100% van mij winnen. Eens even kijken, wat is hier? Huh? Oh, oeh, er staat hier een jungle tempel. Hoe kom ik hier omhoog? Zo, even de deur weghakken. Kijk, is hier een koe? Nou, heel leuk dat ik dit trouwens nu ga looten. Maar ik kan beter gewoon op zoek gaan naar koeien. Hier ligt namelijk nooit betere loot dan wat ik van een koe kan krijgen. Waar is überhaupt de ingang? Ik krijg zulke goede loot, maar ik krijg gewoon geen pickaxe. Straks gaat Santino dit nog winnen. Als Santino namelijk achter is gekomen dat je van koeien overpowered loot krijgt en Santino is alleen maar koeien aan het killen en niet verdwaald in een jungle tempel, dan heeft hij 100% betere loot dan ik en dan verlies ik mijn 100 euro. Oké, we gaan even naar beneden. Wat is hier allemaal? Je moet ergens een kistje staan. Oké, wat is dit? Oh, rotte fles. Ik ga het maar gewoon meenemen. Misschien moet ik maar gewoon rotte fles gaan eten. Wat is dit? Wat gebeurt er dan? Gaat er dan TNT af of zo? Ik weet niet wat er gebeurt. Ik ga er vandoor. Ik moet en zal koeien vinden. Zo, weet je wat jongens? Neem maar mijn houten pickaxe. Die heb ik echt, nou, geen één keer. Zo, het is druk hier! Hallo, cheaper creeper. Wacht, kunnen we deze makkelijk verslaan? Niet dat we doodgaan. Jeetje, er zijn wel heel veel creepers hier. Blaas even op. Mooi, boom, mooi. En dan krijg ik weer extra damage van daarvoor. Jeetje, het is hier druk. Oh, gaan we dood. Mooi, dan is die ook dood. Hebben we nog lekker genoeg aan onze gold armor. Au. Zo, wat? En dan hoor ik nog een mini zombie. Nee. Blijf bij me vandaan. Ik heb nog een skeleton. Oké, okay, nou moet ik wel even uitkijken, want ik ben best wel low op health. Ja, of ik maak hier dus even gouden appels aan. Dat kan ook. Wacht, we hebben hier nog meer armor. Laten we dat even meehakken. Dan kunnen we in ieder geval armor straks gaan maken. En natuurlijk hebben we kool nodig om het allemaal te smelten. Dan komt dit ook heel erg goed uit. Oh, lekker voor kool trouwens. Zo, hatsa. Oké, dan hebben we dat. We hebben wat iron, dus dat is heel erg fijn. We kunnen in principe nu nog dieper gaan graven. En dat ga ik ook zeker doen om die diamonds te vinden. Even kijken, waar kunnen we het beste naartoe? Dit nemen we natuurlijk mee. Ik laat geen enkele stuk iron achter. Dat is één ding wat zeker is. Kunnen we hier naar beneden toe? We kunnen hier nog meer naar beneden toe. Hey, dit is heel relaxed, hé. Hoe makkelijker wij naar beneden kunnen, des te sneller ik waarschijnlijk diamonds ga vinden. En dit is niet heel makkelijk. Eigenlijk wil ik gewoon meteen een gang hebben naar beneden toe. Zo. Ik ben benieuwd of Jesse het al heeft gevraagd, maar wie denken jullie dat er gaat winnen? Ik denk persoonlijk ik. Ik denk echt heel ik. Kijk, ik bedoel, kijk hoe snel ik al iron en al
alles heb gevonden. Het is echt bizar. Als ik nou zoveel diamonds ook nog kan winnen, dan zou het helemaal top zijn. Kijk, we hebben al 20 iron. We hebben al een armor setje. We eigenlijk ook nog even wat extra iron hebben voor een schild. En ik zit even na te denken wat nog meer. Jeetje, nou die kant op ga ik zeker niet. Ja, maar ik ga hier naar boven en ik moet wel die kant op, denk ik. Nee, trouwens. Oh god, ze zien me al. Weet je wat? Ik ga hier gewoon naar beneden toe. En we gaan gewoon hier hakken. We zien wel waar we terechtkomen. Ik ga dit even dichtmaken, want ze komen volgens mij achter me aan. Dan gaan we even snel regels verbreken die je eigenlijk nooit in Minecraft moet doen. Dus rechtstreeks naar beneden graven. Maar wel op de veilige manier. Kijk, we zitten al bij Deep Slate. Dus we zitten al heel diep. Kijk, dit zocht ik. Een klein grotje die hopelijk naar een grotere grot leidt. Hallo? Dit ziet er niet heel erg groot uit om heel eerlijk te zijn. Sterker nog, ik ga alleen maar weer naar boven toe. Misschien wel goed trouwens. Dit is misschien wel goed. Welk level zitten we eigenlijk? We zitten in min 20. Niet heel erg laag. Ja, dit is vervelend. Dit is heel erg vervelend. Oké, ik ben uit de jungle en achter mij staat een village. Nou kijk, aan de village heb ik niet heel veel. Want in de village ga ik sowieso nooit goede loot kunnen vinden. Maar in een village... Oh trouwens, ik heb frostwalk. Dus ik kan gewoon over water lopen. In een village heb je wel vaak koeien. En ik zie al een koe. Eindelijk. Hallo meneer de koe. Ik kan niet eens meer rennen omdat ik honger heb. Misschien kan ik in de village wel eten vinden. Maar kan jij me niet gewoon een golden apple geven alsjeblieft? Wat heb ik nou weer gekregen? Een zwaard met sharpness. Wil ik niet. Koe, ga dood. Geef me eten. Oh, ik krijg een schep. Wat heb ik nou weer aan een schep? Oké, ik zie daar lekker meloentjes. Ik ga die meloentjes lekker eten. Oh, ik heb hier trouwens wheat. Dus de wheat kan ik veel beter gebruiken. Ik kan niet geloven dat elke koe overpowered loot geeft. En dat ik nu gewoon alsnog wheat aan het minen ben. Oké, crafting table neerzetten. Rood maken. Oh, dan heb ik eindelijk even wat te eten. Oh, wat lekker. Oké, we gaan weer op zoek naar koeien. Ik zie hier namelijk weer heel veel koeien, dus dat komt perfect uit. Oké, zo. We krijgen een furnace, heb ik niks aan. Emeralds heb ik ook niks aan. Oh, we hebben een netherite axe. Leuk. Daar heb ik ook niet heel veel aan. In ieder geval niet in het gevecht. Wel met echt normaal survival. Dropt er dan geen één koe voor mij een golden apple? Oh, ik heb eten. 22 steken, ja. En oh, we hebben diamonds. 7 diamonds. Dat is perfect. Als ik dan weer even wat hout hak en opnieuw een crafting table maken, want ik ben hem vergeten. De crafting table neerzetten, kan ik een diamond helm maken. En die komt van pas, want die had ik nog niet. Oké, de tijd is bijna voorbij, dan moet ik terug naar Sotino. Dus het enige wat ik nog moet hebben is een chestplate. Zo. Nee, dat is geen chestplate. En golden apples. Dit is toch helemaal geen overpowered loot. Wat is dit nou voor rommel? Maar dat maakt niet uit, want ik heb namelijk weer een hele koeienfamilie gevonden. Oeh. Oh, diamonds. Ja hoor. Tenminste, diamonds. Een diamond. Oh, zombie, ga weg. Ga weg. Ga weg. Ga weg. Mooi. Hatsa. Oké. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Meer. Ik wil meer. Juist. 1, 2, 3. Goed zo. Goed zo. Oh, dat is lekker zeg. Oh, wat is dit lekker zeg. Kijken, wat kunnen we hier nog meer vinden? Het gaat alleen maar meer naar beneden. Dat vind ik heel erg fijn. En, oh god, skeleton. Oh, nee. Je gaat mij niet raken, vriend. Jij gaat mij niet raken. Oh, oké, je raakt me. Oh, oh, zombie. Met, heb ik een... Ik heb... Oh mijn god, ik heb een spanner gevonden. Wacht, ga dood. Ga dood. Ik moet snel de spanner kapot maken. Oh, kom op, kom op. Ja, goed zo. En dood. Mooi. Ja! Een spanner met een kist. En wat zit erin? Diamond horse armor en goud. En gunpowder. En ik heb er dus helemaal niks aan. Mooi. Weet ik dat ook weer. Ik heb 3 diamonds. Ik vind het wel mooi geweest. Ik denk niet dat ik namelijk in nog meer tijd meer diamonds ga vinden. Dus we gaan naar boven toe. En we gaan eens even kijken wat we allemaal kunnen gaan maken van dit soort dingetjes. Eén ding is zeker, ik heb sowieso genoeg iron. Dus dat is wel heel erg fijn. Zit hier toevallig nog geen diamonds voordat ik weer naar boven ga... Goud. Goud heb ik denk wel genoeg. Weet je wat? We nemen het voor de zekerheid gewoon nog mee. Zo, en dan zag ik hier nog denk ik wat dingen. Hier zouden ook nog wel diamonds kunnen zitten. Diamonds, diamonds, diamonds. Ik ben zo gek op diamonds. En er zijn geen diamonds? Nee, geen diamonds. Vervelend. Nou, dan gaan we maar weer omhoog. Ik vind het wel goed geweest zo. Zo, hatsa. Ik ben weer terug, koertjes. Hebben jullie mee gemest? Hé, hey, heb je mee gemest? Heb je mee gemest? Hé, hey. Hey, heb je mee gemest? Hé. Hey. Heb je mij gemist, hé, gozer? Haha, even kijken. Crafting table. Ja, pas op, hè, vriend, want straks kook ik je. Kool, kool, kool erin. Iron erin. Oh, wacht trouwens, wat ben ik nou mee bezig? Ik moet een furnace maken. Ik maak er wel gewoon 8, boeien. Even kijken. Dan doen we hier de helft erin. Waarom ook niet, joh? Ik heb tijd zat. Koetje, golden apple. Nee, ik hoef geen tijd met schep te hebben. Ja, we hebben eindelijk een golden apple. Alleen is er maar 1 golden apple. Maar 1 golden apple kan genoeg zijn om het gevecht tegen Santino te winnen. Oh, we hebben ook weer een strength potion. Dat is perfect. Nu nog een diamond chest. Oh, een diamond chestplate. Ja, dit is echt perfect. Ik heb een golden apple, strength potion, een netherite zwaard en volledig diamond armor. Ik denk dat ik maar terug ga naar de plek van het gevecht, want ik weet zeker dat ik dit ga winnen. Hoop ik maar dat Santino geen koe heeft gekild. Even kijken, dan is de tijd echt nu bijna voorbij. Dan ga ik heel snel nog even de diamond zwaard maken, die we moeten gebruiken.
gebruiken voor Jesse. Dan gaan we dit even omzetten in gold ingots. En, als het goed is... Hatsa, twee golden apples. Nou, ik vind dat oprecht nog best wel netjes. En dit is ook al lekker aan het gaan. Nou, maken we even daar een helmpje alvast van. Hots. Is het hier ook weer? Oh ja, nog meer iron. Dan maken we daar de schoenen van. En dan moet ik alleen nog genoeg iron hebben voor het broekje. En dan zit ik oké. Want ik ga namelijk de Thorns 1 gold chestplate aanhouden. Even zo. Hop, schildje. En dan ben ik klaar. Jesse mag op mij afkomen. Ik... ben ready? Volgens mij is de 20 minuten overbij. Dus ik ga terug naar de muur. De muur is weg, Santino. We gaan vechten. Wow, wat is dit kom nou kom eens keer. Even hier. Ik heb een golden apple rustig aan. Een zwaard. En ik heb een boom. Hey, helemaal. Okay, nee, is goed. Heb jij een golden apple? Ja, oh, nee. Jongen. Oh, nee. Hoe kom jij aan een golden apple? Hoe kom jij aan een golden apple? Je hebt in ieder geval niet volledig diamond armor. Nee, maar wacht maar. Oh, wacht maar, ik pak je. Oh, ja. Ik heb een netherite zwaard, hè. Kom eens hier. Ik heb trouwens ook een schild. Die moet ik ook gebruiken. Dat is echt dom. Nee, dat hoeft niet, hoor. Hier komen. Nee, dat hoeft niet. Hier komen. Even een overpowerde potion nemen. Oh, zo. Ja? Oh, ja? Kom ja, dan. Ja. Ik ga je killen. Kom hier. Jij nee, hebt geen nee, goede nee. arm, hoor. Je hebt geen goede arm, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit, jongen. Ik pak je. Kom je. Dan. Let op. Kom dan. Nou. Nou, hoe kan je zo sterk zijn? Dit was te makkelijk. En in deze video, klik even links voor een Minecraft-video en rechts voor een Roblox-video. En je moet snel kiezen, want ze gaan weg in 3, 2, 1...